zeilers, dat zijn liefhebbers. Dat zijn echte zeilliefhebbers. Die willen heel veel trainen en die willen gewoon heel veel gewoon zeilen. Er zit van alles in. Het is een mooie boot, maar ook een moeilijke boot om onder controle te krijgen. Als je het onder controle hebt, dan is het helemaal fantastisch. We zitten ook in het buitenland op mooie locaties zoals in Italië, maar ook op de Snake Week, de Kaagweek en lokale wedstrijden. Ruhigon Segeln ist toll, weil alte und neue Boote segeln können und alte und junge Leute segeln können. Oilzeilen is niet alleen alle lijnen vast en gaan. Je moet er onderweg nadenken en blijven trimmen om de juiste snelheid te houden. Het mooie aan Oyal zeilen is dat ik als Fries heel goed was in het kennen van mijn eigen foutje. Maar nu heb ik ook de Westerlingen leren kennen. En ik moet tot mijn schaamte bekennen dat er best wel aardige Westerlingen bestaan. En voor mij is het 50% het zeilen, maar daarnaast ook 50% het sociaal gebeuren rond de klasse heen. En dat is iets wat heel erg aanspreekt. Oilzeilen is gewoon een hele spannende, grote, leuke boot. Engelsklasse, heel spectaculair. Wordt heel specifiek, snel gestart, spannend. Alle boeirondingen zijn interessant. Ik heb heel veel plezier met z'n allen. Oude mensen, met jonge mensen gemengd. Kan niet missen, gewoon heel gezellig, leuk. Gas erop.